deze aflevering Autogek hebben wij voor jullie een bijzondere Volkswagen Scirocco. We hebben een proefrit gemaakt in een Opel Astra. En nog wat autonieuws. Welkom weer, Daan, deze week. Oh, ja. Fijn dat je er weer bent. Ja, dat vind ik ook. Weer in de studio. Nou, weer eens een keertje binnen, ja. Ja. Een keertje binnen? We hebben godverdomme 2 jaar binnen gezeten, man. Ja, nou, maar als je kijkt naar de uitzendingen die wij gemaakt hebben, dat zijn toch vooral compilaties van buiten gebeuren. Ja, dat bevalt me overigens prima, hoor, zo is het niet. Ja. Maar ik vind het wel even fijn als ik wel even lekker in de studio zit. Ja. Mercedes die bekeek het anders, want die gaan wel voor elektrisch, zoals alle grote fabrikanten. Maar wat ze ook hebben gedaan, ze hebben een F400 carving gemaakt. Ja. En die ziet er zo uit. En dat is wel heel leuk. Dat is een beetje van die motorfiets afgekeken. Weet je wel, dat ding wat... Ze zijn bij Mercedes natuurlijk op zoek naar andere dynamieken. Ja. Ander weggedrag. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze kinetische energie vanuit het rijden weer op willen wekken om batterijen die in zo'n auto zitten zo lang mogelijk mee te kunnen laten gaan. Maar ik wil je niet gaan lopen zeuren nu. Maar de Mercedes had een 3,2 liter V6 onder de kap. Ja. Die 215 pk naar de achterwielen stuurde. Ja, dat weet ik. Het is een conceptcar. Dat wilde zeggen, dat is een bouwers om te kijken wat ze er allemaal mee kunnen. Juist. Als je kijkt naar de wielstand, dat was de vorige foto, dat hoef je niet terug te halen. Ja. Maar dan zie je dat er een compleet andere energie in zit. Dus het is een hele andere dynamica waar je mee te maken hebt. Dus die auto die rijdt op een andere manier, je stuurt op een andere manier. Probeer je voor te stellen, als wij normaal gesproken links de bocht omgaan, gaan we automatisch een beetje mee naar links. Maar als we naar rechts gaan, met een carver ga je precies de andere kant op. Want je gaat tegenwicht geven. Ja, alsof je achterop zit bij een motorfiets. Ja. Nou, het gaat er vooral om het gedrag van de auto. Vooral het gewicht van de auto. Het verleggen van het gewicht van de auto in bochtengedrag. Ja. En dat hebben ze met die carving graag willen bestuderen. Juist. Ja, ik vind het wel een gek dingetje. Is het niet gewoon leuk? Ja, wel. Ja, het is gewoon gek. Er komt een hele uitleg van hoe het allemaal zit. Maar het ding moet toch ook gewoon leuk zijn? Want het is een beetje een opvolger van een SLK dan, hè? Nou, ik vind zelfs heel veel SLK in het interieur zitten. Ja. Ja. Dat vind ik zeker. Ja. Maar ik vond het wel een leuk ding. Want er is op zich niet zoveel leuks meer te ontdekken vandaag de dag aan autonieuws. Moet ik eerlijk zeggen. Nou. Nou, ik heb straks nog wel wat leuks, maar dat is weer wat anders. Maar nee, je valt over het algemeen, vind ik dat tegenvallen. Ja, ik las van de week, ik ben even de naam kwijt. Ja. Maar er was een Amerikaans bedrijf dat ging naar de beurs. Die hadden maar liefst 158 auto's gebouwd. Ja. En die haalden een paar miljard op. Want het waren pick-up trucks en die zagen er onwijs lekker uit. Ja. Echt waar. Ja. Ik zag zo'n ding en dacht, dat begrijp ik. En het was elektrisch. Ik had zoiets, oké. Als het dan zo nodig elektrisch wil rijden... Ja. Dan zoiets. Ja. Dus dat vind ik nog wel wat. Dan bouw je 158 auto's. En dan ben je bijna net zo groot als Tesla. Dan krijg je zo'n pick-up dat als jij in Lollum hem s'avonds aan de stekker staat, zit de rest zonder stroom. Ja, precies. Dan zijn we toch allemaal goed bezig. Ja, maar goed. Nou, over pick-up trucks gesproken, dan gaan we dat toch maar eventjes gelijk behandelen. Oh ja. De bekende Ram kwam weer binnenrammen met een nieuwe truck. En ik vond het wel eigenlijk een heel leuk onderwerp in deze tijd. Want ze komen met weer een nieuwe. En dat was dan om de Ford F-150 Raptor. Ja, die Raptor. Ja. Om die tegen te gaan komen ze nu met de Ram 1500 TRX. Ja. Mensen in deze tijd. Ja, dingen, daar gaat dan een 6,2 liter, u hoort het goed, 6,2 liter V8 motor in. Zou het de Hellcat, denk ik. He? Uit de Dutch Hellcat, denk ik? Ik heb geen idee. Het zou zomaar kunnen. Ja, volgens mij uit de Hellcat. Je hebt gelijk. Dat is ziek. En dan is het leuke ervan. Dat ding heeft dus een tank van 125 kilometer. Dat betekent dat als je dus vanuit Friesland zeg maar op en neer naar Eindhoven gaat. Dan kan je einde van de dag ongeveer met de huidige benzineprijs voor zo'n slordige 200, 250 euro gaan tanken. Ja, gaat goed. Nou,
In deze tijd lijkt me dat echt een ideale auto, ook voor in Nederland. Heb daar echt dit soort... Hij komt niet naar Nederland, heb ik begrepen. Ook hij komt niet naar Nederland. Nee, niet maar er zijn altijd mensen die weer... precies, die via parallel zo'n ding dan halen. Het is maar... zo'n belachelijk groot ding. Hij is meer dan 2 meter breed. Ja. Je moet, om erin te kunnen komen, moet je alpinist zijn. Het is werkelijk niet normaal. Ja, een keukentrapje krijg je bijgeleverd. Ja, dat zou me niet verbazen. Als je, net als met zo'n oude camper, weet je wel. Druk je knopje. Dus een tropje eruit flikkert. Nee, precies. Ja. Dus Maar het is wel een... ik vind het wel een heel woest ding, hoor. Ja, het is een heel woest ding. Maar ja, het is zo'n ding wat je dus inderdaad op de prairie... en over dat soort landschappen, daar kan je er wat mee. Maar hier kunnen we natuurlijk helemaal niks mee. De Veluwe is onze prairie. Wij gaan naar een ander formaat auto kijken. En die had jij bij taxatie. En dat was een oud Sirocco'tje. Een suterig ding. Kijk maar even mee. Ik weet nog dat ik als jonge gast bij een Volkswagen dealer naar binnen liep. Eigenlijk voor een Golfje, want dat soort ding moest natuurlijk makkelijk en zakelijk zijn. En op een gegeven moment stond daar dus een Sirocco. En wat een mooie sportcoupé was dat. Wat een fantastisch mooie auto was dat. Ik heb daarna een heleboel Sirocco's gezien. Vooral auto's die van de cross gered waren en dergelijke. En die allemaal opgelapt en dichtgekit en wat dan ook waren. En met alle respect, want iedereen doet er zijn auto's de best voor. Maar wat ik nou binnen heb gekregen, wat hier nu binnen is gekomen in mijn werkplaatsje, is echt niet te faxen. Jetsen? Ja? Dit is jouw Sirocco. Dit is mijn Sirocco. Dit is niet een Sirocco. In mijn beleving is dit de Sirocco. Ja. Ongelooflijk! Waarom koopt een jonge vent als jij een Volkswagen Sirocco? Ja, dat is een goede vraag, hè? Je ziet ze natuurlijk niet zoveel meer. Nee. Het is op mijn pad gekomen. Ik was op zoek naar een eerste auto. En dat dit is je eerste auto? Ja, dit is mijn eerste auto. Ik geloof dat ik helemaal gek word. Ja. Ja, het heeft even geduurd hoor, voordat hij in deze staat weer was. Maar ik kwam hem tegen op marktplaats als opknapper. Opknapper, hè? Ja, de auto heeft naast een brand gestaan. We hadden overal brandschade. Al het rubber is verschroeid en de lak was bedorven. En daar was de prijs ook naar. Ja. We zeiden we kopen hem, dan kunnen we goedkoop beginnen. En dan, een paar maanden knappen we hem op. En dan heb ik een goedkope auto. Ja, ja. Dat was het idee. Ja. Nou, een paar maanden is meer dan 6 jaar geworden. Ja. Je bent bezig en je ontwikkelt liefde voor zo'n auto. Ja. Je bent ermee bezig en dan denk je, ja, maar dit wil ik ook goed doen. En laten we dit maar meenemen. Wat een project, man. Als ik alleen even met je naar de achterkant kijk al. Hier word ik gewoon onwijs niet goed van. Een originele autoplas jaloezie. Ja. Die heel is. Oh. En ook nog soepel. Waar haal je dat vandaan? Dat is onvindbaar. België. Ja, toevallig is deze uit België gekomen. En daar heb ik hem gelukkig van een andere Sirocco liefhebber over mogen nemen. Okay. Die man had al één op zijn eigen auto. Hij zei nou, ik denk dat deze bij die van jou past. Het is ook een Belgische auto, hè, dit? Nee, originele Nederlandse auto. Nederlands, maar er zit een tag in die verplicht is als de auto in België rijdt. Ja, maar daar, volgens mij is hij dan daar gemaakt, maar als eerste op kenteken gekomen in Nederland. Oké, dat zou kunnen. Ja. Hey, maar we zijn er nog niet, hè? Nee. Want als ik hem open doe, dan word ik weer niet goed. Want ik zie hier iets wat ik eigenlijk alleen maar van plaatjes ken. Ja, en zelfs de plaatjes zijn zeldzaam. Ja, zelfs de plaatjes zijn zeldzaam. Even voor de kijkers thuis. Dit is een deelbare hoedenplank. Onvindbaar. Echt onvindbaar. En zat die erin? Die zat er niet in. Nee, er zat natuurlijk één grote plaat in. Ja. Met zulke grote speakers. Natuurlijk, ja. Ja, dat heb je. Onvermijdelijk. Ja, en ik heb jaren moeten zoeken om een hoedenplank te vinden. Ja. Maar uiteindelijk ook uit België, via het Sirocco Forum, goed contact met andere liefhebbers. Zo. En daar heb ik hem kunnen overnemen. Ja, dit hoort bij deze auto. Dit hoort bij deze auto. Dit maakt de auto af. Ja. Ongelooflijk zeg. En als ik even kijk naar de mat die achterin heeft liggen. Ja. Helemaal gefestoneerd. Ja, zelf gemaakt. Zelf gemaakt? Ja. Ja, ik heb het stikwerk wel laten doen. Oké, ik wou zeggen, want... Nee, ik kan filmen.
Dat kan wel zeggen, De mat verder zelf op maat gemaakt. Het oude wat erin lag, vies, doorgezakt. Ja. Dat vond ik zonde voor deze auto. Ja, dat begrijp ik goed. Dat moet je niet willen. Alles zo perfect. En dan, want alles is origineel. Er zit zelfs de originele AI, of E1 lampjes in van Hella. En ook ik heb net al even voorin gekeken. De verlichting van Hella origineel. Echt niet te geloven. We lopen even naar voren. Want dit is verbazingwekkend. Maar wat ik voorin zie is misschien nog veel gekker. Paul Biezen, de producer van het programma, zei net al. 250 afleveringen gemaakt van Autogek TV, maar dit hebben we nog nooit gezien. Dit hebben we echt nog nooit gezien. In deze kwaliteit. En dan zou je zeggen, Volkswagen, weet je wel, de meest verkochte auto in Nederland, ja. Jarenlang. En dan dit. Dit is in ieder geval een originele motor. Ja, klopt. Ja. Ja. Zeker, het is ook de originele motor van deze Scirocco. Oh, dat is ook een... Ja, okay. 1600 FR. Dus die heeft de brand overleefd? Ja, die heeft de brand overleefd. En hij is compleet gereviseerd. Hij is opgeknapt, alles is gespoten. Ja. Alle losse delen zijn naar de verzinkerij gegaan. Ja. En daarna hebben we hem zelf weer opgebouwd. Is dat het adres in Harkema? Daar komen alle autoliefhebbers ondertussen. Ja, oké. Okay. Hey, je kiest voor een aluminium radiator. Ja. Is dat een bewuste keuze geweest? Dit is het beste wat ik kon vinden wat op de originele lijkt. Ja. Deze heeft het koelwaterreservoir in de radiator zitten. Ja. Ja. En dan is dit eigenlijk het enige nog wat er te krijgen is. En de oude was echt niet meer te bestellen. Nee, maar die zijn allemaal op. Ja. Het slijt gewoon allemaal een keertje. Je hebt versterkte slangen genomen met siliconen. Gewoon heel siliconen. Heel goed. Je hebt het fanhouse. Is poeder gekoot, zo te voelen? Nee, allemaal gespoten. Is het gespoten? Ja. Zo, er zit er wel heel veel lak op. Ja, het moet wel glimmen natuurlijk. Ja, het moet. Ja, nou, zo is het ook. Het glans zit er. Ik heb het gestraald, in de primer gezet en gespoten. Maar even afgezien van de radiateur, zie ik eigenlijk helemaal niets, maar ook niets wat niet origineel is. Nee. Echt niet? Ik ga natuurlijk niks verklappen. Ik zie het. In principe is alles origineel. Ja. Keuze is makkelijk om er een 1-2-3 ontsteking in te zetten, maar het is nog een ontsteking die je heel makkelijk zou... Ja, ook de originele carburateurs zitten nog op. Ja. Ze worden heel veel omgebouwd naar Weber carburateurs. Ja, naar Weber. Aangezien de pierbeurs. Ja, of injectie. Nou, ja, of injectie inderdaad. Ja. De pierbeurs carburateur is niet de sterkste. Nee. En vaak als er één keer een probleem voordoet met de carburateur, dan kunnen ze wel weg. Ik heb ervoor gekozen om hem te laten reviseren. Ja. We hebben alles opnieuw afgesteld en hij loopt als een zonnetje. Ja, hij reed je net naar binnen. Dat is echt een feestje. Ja. Maar alles is nieuw. Ik zie je aandrijfassen, alle hoesjes zijn nieuw. Ik zie heel veel... Ze zijn gewoon gespoten. Gestraald. Is dat oké? Okay? Ja, ze zijn een hele aandrijfassen nog. Zo, wat een werk geweest. Ja. Dit is allemaal gepassiveerd. Ook dit is gepassiveerd. Oké, dan heb je dit niet gepassiveerd. Nou ja, goed, dat is een keuze, dat begrijp ik wel. Hey, even over die wielen. Ja. De keuze is natuurlijk heel voor de hand liggend om BBS eronder te zetten. Ja. Maar je kiest voor Ronal. Ja. Ja, ik vind de combinatie van het chroom en het rode, dat springt eruit voor mij. En origineel zijn ze geleverd op 13 inch staal. Ja. Daar doe je zo'n auto tekort mee. Ja, absoluut. Nu in deze staat. Ja. Dus ik heb ervoor gekozen om nieuwe Ronal Turbo's te kopen. Okay. Die heb ik vervolgens zelf eerst nog weer in een blanke lak gezet. Ja. Om te zorgen dat ze ook netjes blijven. Ja. Maar er wil wel oxidatie opkomen. Ja, dat kan ik je vertellen. Interieur? Ja. Volgens mij is dit made by Shell, dacht ik. Dat zou goed kunnen. Ik kan je weinig vertellen over het interieur, want ook dit motief heb ik bijna niet gezien. Ja, ik ken ze wel. We noemden het vroeger altijd de theedoek. Ja. Maar ja, dat is 30 jaar geleden. En dus het is gewoon een tijdmachine, man. Zelfs de radio is een tijdmachine. Ja. Ze werden geleverd met Blauwpunkt of Grundig werden ze geleverd. En het originele rode streepje erin. Het is een fenomenale auto. Nog nooit zo'n mooie Scirocco gezien. Ja, er staan een hele mooie, tenminste een gerestaureerde Scirocco. Er staan een hele mooie originele Scirocco GT in Goerendijk. Ja, klopt. En dat is een fantastische auto. Echt niks mis mee. Ik heb hem te koop zien staan. Ja. En die mocht ik laatst taxeren. Maar ik vind deze is
Dat is dan geen GT. Dit is een originele. En ik zelden of nooit dat ik een gerestaureerde auto in een conditie 1 tegenkom. En nu kom ik hem tegen. En is het nog een Scirocco. Dus zeg maar een gebruiks Volkswagen. Want dat ja. is het gewoon. Want vaak zijn het hele exclusieve auto's die ze in naar die staat restaureren. En jij hebt de ballen al gehad om dat met een gebruiksauto te doen. Het nadeel is dat je economisch onverantwoord bezig bent geweest. Dat is het nadeel, want je stopt er zoveel geld in. Dat ga je er niet of nauwelijks uitkrijgen. Maar ja, toch... Maar ja, je bent met zo'n project bezig en je doet het ook niet voor het geld. Nee. Het is hobby en hij is toch niet te kopen. Nee. Nee, dit, ik wou zeggen, als je hem weg doet, doe ik je wat. Want dat is, ja. Nee, dus, daar hoef je niet over. Dit is, dit is cultureel erfgoed. Want... Dit was ja, in de jaren 80, als je een dorpsdiscotheek leeg wilde laten lopen, ging je naar de microfoon van de DJ en zeg je: Johnny, je manta staat in de fik. Ja. En dan zag al die gasten met die Scirocco's de zonde van. Ongelooflijk, wat een icoon. De Scirocco. Je ziet wat je ervan maken kan. Dus ze zijn nog te koop voor relatief weinig geld. En je ziet wat je ervan maken kan, het is fenomenaal. Wat een autoplezier. Een Volkswagen Scirocco. Oude Scirocco'tje. Ongelooflijk, dit is echt... Want ik ben nou met jou 5 jaar op pad. Ja. We hebben het een keer uitgerekend. We hebben geloof ik iets van over de 150, 180 ja. items gemaakt. Dat ja. we op bezoek zijn geweest met mensen. Ja. We hebben 1 keer een die moeten we nog uit gaan zenden trouwens. Ja. Want die kwamen we laatst weer tegen in Tumarum. Dat ja. was die Lincoln ja. van 1936 of 1932 of ja. zoiets. Maar Packard, sorry. Packard. Nou, ja. die... Nou, dat was ook een conditie 1. Ja. Hè, dat is ook concours staat. Ja, en weet je wat nou? Weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Ja. Die Packard is door een heel groot, duur, gerenommeerd restauratiebedrijf in Amerika is gerestaureerd. En dit zijn gewoon twee, ik zou bijna zeggen, goedwillende amateurs. Nou, dat kan je niet meer zeggen. Nou, vader en zoon. Vader en zoon, ja. die hebben dat ding tot ja. in de finesses gerestaureerd. Ja. Er is gewoon geen minpunt op aan te merken. Nee. Nou, dat was ook leuk om te zien, hè? Dat ze dus gewoon... hij was 4 jaar op zoek geweest naar een hoederplank. Ja, nou, ja een deel ja. bij hoederplank, vindt hem maar. Maar nou, ik kan me wel voorstellen ja. dat je het leuk vindt om samen te doen. Zeker ja. samen met je vader natuurlijk, ja. want je gaat ook op reis. Het is de zoektocht is natuurlijk leuk, het zoeken. Ja. Ja. Want nou is hij klaar, en wat ja. nu? Ja. 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 Rijden is eigenlijk zonde. Vallen ze in de gat, ja, dat ja. is even lastig. Ja. Ik denk dat ze snel weer op zoek moeten gaan naar nog zo'n mooie oud... Ja, of een Scirocco'tje of een ander autootje. Gewoon om dat eens helemaal op te knappen. Opel als je de ruimte Astra. Ervoor hebt. Een Opel Astra. Nou, nu je het erover hebt. We hebben een proefrit gemaakt. Wat een mooi bruggetje toch, heeft die Daniel. We hebben een proefrit gemaakt met een Astra Cabrio. Nou, kijk even mee hoe dat beviel. Deze Astra Cabrio is een uitvoering met een 2 liter turbo motor. 4 cilinders en die produceren dan samen met de turbo 201 pk. Dus het ding wil wel vooruit. Hè? Als we ook optrekken, dan zien we ook dat hij hoog in de toeren wel vooruit wil. Echter, wat je merkt in die Astra, hij heeft dan een soort active onderstel. En dat zou zich moeten aanpassen op de weg en op het rijgedrag. Ik vind zo'n Astra toch wat, we noemen dat wat zweverig rijden.
je voelt niet echt dat je controle hebt over, over de wielen. Je voelt niet echt de auto op de weg. Heel anders als bijvoorbeeld die Mini die we recentelijk hadden. Wat eigenlijk een auto is die, ja, die loopt als op rails. Nou, daar heeft deze geen last van rails. Want je hoeft hier je OV-kaart niet mee te nemen. Hij is wat zweverig, hij is wat zoekender. Dus het is echt een auto meer om mee te cruisen. Nou ja, dan vraag je dan af, wat heb je dan aan die 201 pk? Ja, dat is een keuze. Het is als je met de kap dicht rijdt. Wat wel mooi is, is dat hij natuurlijk een hardtop heeft. Ja, dan kan je op de snelweg en vooral op de Duitse snelwegen kan je comfortabel zo doorschieten naar de 180 of 200 kilometer. Dat haalt hij met gemak. Dus het is wel een auto, hij wil wel vooruit. Absoluut. Met de 6 versnellingsbak heb je ook in het, zeg maar de binnenwegen heb je best wel wat schakelwerk te doen. Wil je een beetje zuiniger nog rijden. En dat is vandaag de dag natuurlijk wel een essentieel onderdeel van het autorijden geworden. Met benzineprijzen die 2 euro of hoger zijn per liter. Nou, wat verbruikt dan zo'n auto? Nou, je moet rekenen dat een gemiddeld gebruik met zo'n auto toch wel 1 op 10 wel mee ophoudt. Als je dat haalt, dan doe je het eigenlijk al heel netjes. Zijn er opvallende punten? Zijn er positieve punten? Nou, natuurlijk zijn die er. Je hebt sportstoelen. Die zitten ook goed, geven goede ondersteuning. Het interieur kenmerkt zich doordat alles erop en eraan zit. Je hebt een radiosysteem, er zit navigatie op. Er zit een boordcomputer in. Dan kan je ook zien wat je reikwijdte is met huidig verbruik. Nou, je ziet dat ik al heel rustig en een heel lage versnelling moet rijden. Wil ik echt het verbruik laten zakken. Want ik geef nou nauwelijks gas en dan kruipt hij zo tussen de 8 en de 9 liter per 100 kilometer. Dus dan zou je zeggen dat is dan 1 op 11. Maar ja, ik moet u ook dan thuis wel vertellen dat we op dit moment nog geen 20 kilometer per uur rijden. Dus ik zal nu eventjes gewoon wat gas geven en doorrijden. En dan zien we aan de teller ook gelijk. Dan schiet hij omhoog naar de 24, 25 liter per 100 kilometer. Oftewel naar 1 op 5, 1 op 4. Dus wat ik al zei, met een gemiddelde van 1 op 10 moet je in deze auto wel een beetje je best gaan doen. Ik wil jullie nog even laten zien hoe in deze Astra het dak open en dicht gaat. Heb ik even Martijn gevraagd om ons even daarbij te assisteren, want dan kan ik het mooi aanwijzen. Kijk, hier gaat eerst de achterklep open. Moet je wel zorgen, er zit daar een hoesje binnenin voor bagage, dat moet dicht zijn. Nou, dan vouwt het dak in 2 delen op. Daar gaan de vleugeltjes uit, ja, er gebeurt een heleboel tegelijkertijd. Hier gaan vleugeltjes uit, die komen hier dicht. En dan gaat de klep weer naar beneden. Nou, misschien kunnen we zo, als hij weer dicht gaat, het reverse wat dichterbij bekijken. Want het is fenomenaal hoeveel bewegende delen erin zitten. En dat dat ook allemaal werkt. Kijk, want nu gaat hij weer dicht en dan zien we het in omgekeerde volgorde. Dan zal ik proberen dat aan te wijzen. Het duurt... kijk, je moet hem heel lang ingedrukt houden. Dat is waarschijnlijk het hele euvel. Kijk, dan gaat hier, gaan klepjes, die gaan dicht. Deze klepjes die klappen zo ook dicht. Hier, kijk, die klappen ook weer dicht, helemaal weg. Dan gaat het dak eruit. Ingenieus, hè? Ondertussen gaat dat andere klepje weer naar beneden eronder door. Het dak is in 3 gedeeltes. Gaat de achterklep weer dicht. En uiteindelijk de ramen weer dicht. Als je het allemaal optelt, dan zijn dat zoveel handelingen. Het is toch een stukje vernuft, hè? Dus kortom, een Astra Cabrio met vast dak. 201 pk. Wil goed vooruit. Wat een systeem, hè? Wat een systeem, Martijn. Het is ongelooflijk. Ja. De Astra Cabrio. Ja, weet je, Daan, ik heb een paar uitzendingen geleden hebben we in zo'n mini-cabrio gereden. Ja.
En dan vind ik zo'n Astra, met alle respect, de auto is ook niet zo duur. Weet je wel, hij had maar 120 of 125 gelopen. En dan is het eigenlijk, was het helemaal geen gek geprijsde auto. Nee. Ergens rond de 5000 euro lag hij volgens mij. Ja. En dan heb je er verder een keurige auto aan. Ja. Maar het heeft geen weggedrag wat mij kan bekoren. Nee, maar goed, dat is voor jou. Er zijn ook mensen die vinden het lekker om op een gemakje te toeren. Die komen niet boven de 100 uit met zo'n cabriootje. Ja. Die komen alleen met mooi weer naar buiten. En dan is dat gewoon een hele fijne auto. Het was een Astra Cabrio. En het was ook autogek voor deze week. En wij zien jullie graag over 2 weken weer terug. Dan zijn we er weer met weer een nieuwe uitzending dan. Doei. Dag.